Het is zo simpel, hè? Hier aan een tafel wordt het gewoon even... Wij worden nooit gebeld vooraf, toch? Nee, zeker niet. Maar Wilfred, die heren in Den Haag die hebben alleen maar eigen belangen. Hmm. Anders hadden ze ons al lang uitgenodigd. Ja, adviseur, hè? Je bent natuurlijk ook de rechterhand van John. Dat doe je ook belangrijke dingen. Gisteren was Frans Klein. Heb je even duidelijk gemaakt hoe hij werkt, hè, bij dit bedrijf? Nou ja, hij kwam eraan wandelen. Ja. Hele vriendelijke oom speelt hij. Maar ik hoor alleen maar dat hij genadeloos harde beslissingen neemt. Hmm. Maar ik gaf hem keurig een hand. En ik zeg, weet je wat jij moet regelen? Hmm? Dat ik als stelpasseur hier binnen kan roken. Dat ik niet buiten sta als je aan het werk. En zei hij, dat ga ik regelen, Johan. Ja? Hij zegt, morgen is voor elkaar.